VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jilles Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Jurgen, we staan hier zo in Vriezenveen naar een zware wedstrijd, zoals ik het van mijn kant gezien heb. Wat vind jij van deze wedstrijd? Ja, heel veel strijd. Heel veel strijd en wat te weinig vernuft, dat vind ik daarvan. Ik denk dat we wat werklust, agressie, de wil om er wat van te maken. Wat dat betreft kunnen we de ploeg eigenlijk niets verwijten. Iedereen is tot het gaatje gegaan. Als je in de kleedkamer nu kijkt, iedereen zit er doorheen. Maar als je de 90 minuten bekijkt, dan hebben we te weinig gecreëerd. Het veld is moeilijk, daar hebben we veel last van. Tegenstander natuurlijk ook, maar wij zijn er toch minder gewend. Vorige week zijn we er wat beter mee omgegaan, al moet ik zeggen dat we in het begin hebben geprobeerd om ons normale spel over het middenveld te spelen, maar daar hebben we heel snel losgelaten en ook in overleg losgelaten, omdat we de ruimtes dan maar achter de achterhoede wilden gebruiken. Dat deden we eigenlijk hartstikke goed, kregen vat op de wedstrijd en tot de penalty in de tweede helft is er eigenlijk ook heel weinig aan de hand, behalve dat we niet scoren. Die penalty kan ik niet beoordelen of die terecht is of niet, maar dat is duidelijk een breekpunt. Daarna proberen we nog van alles te forceren. Hè. Gaan met vier spitsen spelen, verdedigen eraf, gaan onze zes veranderen in een 10. Daardoor loop je ook in de een of andere counter, maar ja, je wil toch proberen om geforceerd nog een goal te maken. Dat lukt niet, dus dan toch onder de streep denk ik bij deze in een omstreden wedstrijd die ook andersom had kunnen lopen, maar geen onverdiende winnaar. Heb je nog ergens waar je een teleurstelling hebt? Of dat je zegt van joh, conform wat we afgesproken hebben, zijn we alles nagekomen. De eerste 10 minuten van de eerste helft stonden we iets onder druk. Daarna voetbalden we, vond ik, vrij makkelijk eronder uit. Ja. Nee, ik heb kijk, bij nederlagen, die dingen die gebeuren in een seizoen, je hebt hem liever niet, maar het hoort erbij. En ik kijk dan altijd, oké, waarom heb je verloren? Ik vind dat we bij vlagen een aantal momenten hebben laten liggen die hebben we niet slim gebruikt. In de eindfase te weinig over de vleugels, te veel door het midden. Zachte ballen in het midden waar ze met 2-2 meter mannen staan, waar eigenlijk relatief kansloos is om doorheen te komen. Terwijl we over de vleugels toch rechts en links nog wel wat gevaar konden stichten. Dus daar kan je zeggen, in de uitvoering is dat niet goed. Wat om gaat bij een nederlaag is, heeft iedereen alles gegeven. En ik kan er niemand aanwijzen waarvan ik denk, die heeft niet alles gegeven. Dus kijk, daar ook vrede mee hebben. Vrede mee hebben. Je vraagt naar teleurstelling. Ja, teleurgesteld enorm over het resultaat. Dus eigenlijk kunnen we concluderen, één keer in het seizoen loop je keer tegen zijn wedstrijd aan. Nog niks aan de hand. Als ik de andere uitslagen zo'n beetje gehoord heb, rugrechten en volgende week zitten we weer volle bak. We zitten volop in de strijd en daar hoort ook een keer een nederlaag bij. Ik vind dat deze, nogmaals, het is zeker niet onverdiend, maar ergens is het ook een beetje onnodig en dat zal me het hele weekend wel blijven achtervolgen. Dus wij gaan met een kater het weekend in, ja. Maar met vertrouwen de toekomst in. Ja, natuurlijk. Als je ons seizoen ziet en je ziet hoe we wedstrijden gewonnen hebben, ja, zo'n wedstrijd of een dag als vandaag, die hoort er ook bij. En je ziet ook wat er gebeurt na de 1-0 dos van Manzich. Die strijden om ieder gasprietje, zoals dat hoort. Dan moet je dan ook eens een keertje grote jongen zijn en erkennen dat de tegenstander het goed gedaan heeft. Oké, we gaan nu op naar volgende week naar Zutphen. Geen blessures, zover ik gezien heb. Die Kip Mulder viel mee. Ja, ik denk dat meevalt. Die lappen we wel op. Martijn komt eraan, dat hebben we ook gezien. Hè. Goede invalbeurt. Ik denk wel dat Mark geschorst is. Volgens mij stond hij scherp, dus die zal geschorst zijn. Oké, dan gaan we volgende week kijken bij Zutphen, Jurgen, en bedankt. Ja, graag gedaan. Oké.